Bo en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier niet alleen, maar ik ben samen met mijn zusje Roos. En we gaan vandaag iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan. We doen wel vaak challenges, maar deze challenge hebben wij nog nooit gedaan. Nee. Namelijk de Truth or Dare Challenge. En we gaan het niet doen zoals de meeste YouTubers doen, maar we gaan er een eigen draai in geven en dat gaan we zo uitleggen. Maar vergeet zeker niet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet onder niet te abonneren en let's get started! We gaan het niet doen zoals de meeste YouTubers dat doen. Dus bijvoorbeeld dat je punten kan behalen per truth of per dare. Nee, zo gaan wij het vandaag niet doen. We gaan het doen door middel van geldbedragen. En als je bijvoorbeeld een truth of een dare goed hebt gedaan, kan je bijvoorbeeld 2 euro verdienen, 3 euro, 1,50, 50 cent. Dit verschilt allemaal. En wij hebben de truth or dare niet zelf bedacht, maar dit heeft ons zusje Milou bedacht. Dus dat is super leuk. We gaan jullie zo meteen nog wat meer toelichten, maar dit is dus in ieder geval het idee. En wie nou uiteindelijk het hoogste geldbedrag heeft, die heeft dus gewonnen. En die krijgt het geld ook daadwerkelijk gestort op een Gimme app. En wat een Gimme app is, dat gaan we jullie nu uitleggen. Ja. De Gimme app is een app waarop jij kan leren sparen en dus ook zo je geld te leren verdienen. En zo zie je eigenlijk gewoon de waarde van geld in en leer je goed met geld omgaan. Maar hoe verdien je nou eigenlijk geld? Nou, je kan het geld verdienen door bijvoorbeeld in huis klusjes te doen, zoals de vaatwas leegruimen, je kamer opruimen. En je kan bijvoorbeeld met je ouders afspreken dat als je een toets hebt gehad en je hebt hoger als een 8 bijvoorbeeld, dat je daar dan zoveel geld voor krijgt. En dan denk je misschien, ja, maar hoe kom je dan aan het geld? Krijg je dat van de app? Komt dat er gewoon uit de lucht vallen? Of is dat een afspraak met je ouders? Het idee is dus dat het een soort van app is die je gebruikt met je gehele gezin. Dus ik heb een account, Roos heeft een account, of andere zusje Milou heeft een account en mijn ouders hebben een account. Nu hebben wij samen een groepsaccount en elke week krijgen wij zakgeld. En dat hebben we nu inmiddels veranderd naar een maand. Dus elke maand krijgen wij gewoon standaard een bedrag. En ik krijg elke maand 30 euro en jij elke maand 20 euro. En dit soort dingen worden gewoon automatisch op de app gezet. Nu gaan we de app er even bij pakken, zodat jullie een beetje een ideetje hiervan krijgen. Nou, we hebben de Gimme app erbij gepakt. En zoals jullie kunnen zien, je kan hier direct ons bedrag zien wat op dit moment op de app staat. En ik heb er op dit moment 35,60 euro op staan. En wat heb jij erop staan? 27,50 euro. En je kan dus ook zien wat je precies hebt gekregen qua geld. Dus we gaan even naar transacties en dan kunnen we dat zo bekijken. En ik heb als eerste vandaag zakgeld binnengekregen, want het is vandaag 1 november. Dus dat betekent nieuw zakgeld. Yes! En daarnaast heb ik 60 cent gekregen. En onze ouders doen vaak één keer in zoveel tijd bijvoorbeeld 60 cent of maken 1,20 euro om zo'n spaardoel te waarderen en een beetje te motiveren dat we dat gaan halen. Want wat is jouw spaardoel precies? Een vlogcamera. En mijn spaardoel is een smartphone en dat kan je ook gewoon instellen in de app. En mijn smartphone heb ik volgens mij 850 euro voor ingezet. En elke keer staat van je hebt nog zoveel euro nodig, En ze leren dus te sparen en ik vind het een heel leuk concept eigenlijk om zoiets wat je heel graag wilt bij elkaar te sparen. Wat heb jij allemaal bij je transacties staan, Roos? Ik heb 20 euro gekregen van mijn zakgeld, 2,50 van de vaatwas uitruimen en 5 euro van 2 keer van mijn camera opruimen en dat was opvouwen. En ik heb tot slot ook nog 5 euro, ik had net al de 60 cent verteld en dus de 30 euro zakgeld. En tot slot heb ik ook nog 5 euro van de vaatwasser uitruimen en mijn camera opruimen, want dat was eigenlijk best wel nodig. We hebben jullie nu genoeg verteld over de app. Ben je benieuwd geworden naar de app, dan kan je hem hier beneden downloaden. Maar we gaan nu even beginnen met de Truth or Dare, want ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Let's go! We gaan nu beginnen met de challenge Truth or Dare en we hebben 4 rondes. En wie er mag beginnen, dat gaan we bepalen door een potje steen, papier, schaar. Dus steen, papier, schaar! Jammer, jij mag beginnen. Zal ik een bakje voor je pakken? Dan kan je wat beter gabbelen. Pak er wel eentje. Ik heb een dare. En wat was je laatste bericht op je mobiel? En dan kan ik 20 cent bekrijgen. Oeh, is wel laag om te verdienen. Maar we gaan kijken. Wat is je laatste bericht op je mobiel? Op WhatsApp? Ik had een meisje geholpen met zijn huiswerk. En dat was dat je dat kon vinden. Dat je het in moest leveren voor 9 uur 's avonds. Oké, dus dat was jouw laatste verstuurde appje, maar wat is jouw laatste ontvangen appje? Wacht, moet nog iets doen. Oh, nou, daar hebben we niet heel veel aan, maar je hebt 20 cent verdiend. Ja. Dat is super mooi. Laten we snel doorgaan naar mijn beurt. Nou, Bo is nu dus aan de beurt, dus we gaan rammelen. Oeh, ik heb een kaartje. Even kijken. Het is een truth. En de truth is, wat zou je meteen kopen als je het geld had en dan krijg je 1 euro voor, dus dat is een mooi bedrag. Wat ik meteen zou kopen, oeh, dat is moeilijk. Ik denk dat ik of een nieuwe camera zou kopen, want de camera die ik nu heb is prima, maar ik wil graag een grotere spiegelreflexcamera met daarop een grote microfoon, zodat de kwaliteit nog beter is. Dus ik denk dat ik dat zou kopen als ik het geld echt direct ervoor had. Ja, ik zou gewoon een goede camera kopen voor nog betere YouTube-video's.
Ronde 2. Oké, Roos gaat beginnen met grabbelen, want dat is gewoon net zo makkelijk. Dus ik heb hier het bakje. Grabbel maar eentje. Ik ben benieuwd. Ik heb een der. Krijg een ijsblokje in je rug. En daar krijg ik €1,40 voor. Oeh, dit is leuk. Ik ga even ijsblokjes pakken en dan gaan we deze lekker in je rugje stoppen. Oké, ik ben even naar de vriezer gelopen en ik heb hier een paar koude ijsblokjes. En we gaan er geen één doen, we gaan er gewoon een paar doen. Kom maar, Roos. Je haar aan de kant. Oké, draai om. Nee, ik vind het wel. Oké, ja? 3, 2, 1. Dat is echt koud, er zit nog eentje. Er zit nog eentje. Oh, ik zie hem hier, wacht, ik ga hem uithalen. Ah, dat is heel koud. Maar je hebt nu wel geld verdiend. Dus, 1,40. Yes! Oké, ik mag nu grabbelen en ik hoop niet dat ik zo'n koude der krijg als Roos. Ik heb hier eentje. En het is een der, zie ik. En het is laat je laatste drie bankafschriften zien. En dan ga ik even kijken, want dat kan ik zien op mijn telefoon als het goed is. Oké, ik heb mijn telefoon er even bijgepakt en ik heb mijn bankapp even geopend. Nu ga ik dit natuurlijk niet in beeld laten zien voor de privacy, want zie je allemaal rekeningnummers, et cetera. Is niet zo handig. Maar het laatste wat ik gekocht heb is vandaag. En ik heb €3,20 uitgegeven bij de Albert Heijn. Want ik heb weer wat eten gehaald en ik moest wat dingen halen voor deze video. Dus vandaar. Het tweede wat ik heb uitgegeven, dat was zondag. En toen heb ik bij de Bershka een broek gekocht voor €21,95. Want dit was een superleuke blauwe skinny jeans. En ik dacht, deze moet ik gewoon hebben. Dus deze heb ik ook gekocht. En het allerlaatste is bij de Starbucks €5,10 voor frappuccino. Want... oh, ik hou echt van frappuccino's. Maar in ieder geval, dit waren mijn laatste bankafschriften. En ik verdien hiermee €2,20. Ronde 3. Roos mag weer beginnen met grabbelen, dus let's go. Spannend. Oh, je hebt een kaartje al. Truth, wat is je grootste uitgave? En hoeveel geld kan je voor krijgen? €2,50. Oeh, dat is spannend. Ik weet niet zo goed wat echt mijn grootste uitgave is, maar ik heb met Sinterklaas een Oxford gekregen en daar moest ik een deel van mee betalen. Dus ik denk het Oxford. Leuk. Heb je dus nu €2,50 verdiend? Ja. Super nice. Oké, ik mag weer grabbelen en let's go gewoon. We gaan een eentje pakken. Ik heb er eentje. Het is een dare en het is open een zak chips zonder handen of zonder voeten. Dat mag ik dus kiezen en dan krijg je €0,80 voor. Best een mooi bedrag. We gaan even een zak chips pakken en dan gaan we beginnen. Ik heb een zak chips erbij gepakt en ik kan hem nu nog lekker vastpakken met mijn handen. Maar dat kan zo meteen dus niet meer. Ik heb denk ik een beetje een tactiek bedacht. Dus als jij hem vasthoudt, heb ik nog meer grip of handiger. Ga ik het proberen met mijn ellebogen, want dat zijn niet mijn handen. Dus dat mag wel. Maar dit wordt echt heel moeilijk. Want wacht, als ik hem laat knappen. Ja, dat is echt slim. Kijk, oké. Als je hem zo vast hebt, zo vast wel, oké? Dan knapt namelijk aan die kant de opening open deze. Maar ik heb hem open. Open. Dus ik heb €0,80 verdiend. Ja. Zoals jullie net in alle chaos hebben gezien, heb ik de zak open gekregen. En ik duwde hem heel hard met mijn elleboog op. En hij knapte gewoon open. En dat was een beetje mijn tactiek. Maar ik wist niet dat het zo snel ging lukken. Maar we hebben lekker wat chips. En ik heb €0,80 verdiend. Dus we gaan snel door naar de volgende ronde. Let's go. Ronde nummer 4. En dit is de finale ronde. Dus dit wordt super spannend. Ik heb het heel erg gezegd ook niet bijgehouden, dus ik ben het echt niet. Maar jij mag beginnen met grabbelen. Ik doe ze nog even extra door elkaar. Ik wou dat ik een hoog moet krijgen. Spannend. Ja, okay. Je hebt er eentje. Ik heb een der. Laat de ander je haar doen en ik krijg er €1,30 voor. En je moet dus dit haar de hele video inhouden. Oeh, leuk. Oké, okay, ik heb het haar even losgedaan. En heel eerlijk, ik heb hier niet echt een plan voor of zo, maar... we gaan gewoon iets lekker bof op je hoofd maken, wat gewoon een beetje er gek uitziet. Dat is altijd wel grappig. Oké, ik heb dus Roos haar haar gedaan en ik moest er een soort van strik voor stellen, dus het is niet helemaal goed gelukt. Maar het ziet er wel grappig en een beetje lekker warrig uit. Maar hoeveel geld heb jij het verdiend? Ik heb net maar liefst €1,30 verdiend. Super nice. Nu is het natuurlijk best afhankelijk wat ik ga pakken. Dus pak het bakje. Hoop voor €0,20 of zo. En ik ga er eentje grabbelen. Ik heb er eentje. Het is een truth. Heb je wel eens geld van je ouders geleend en ben je daarna per ongeluk expres vergeten terug te geven? Hier durf ik wel voor echt gewoon de volle 100% ja op te zeggen. Want dit is denk ik iedereen wel eens gedaan. Gewoon expres het even vergeten, weet je wel. En ja, dat heb ik eigenlijk wel eens gedaan. Dus ben ik de truth beantwoord. En ik heb hiermee €1,10 verdiend. Heel spannend. We gaan alles optellen en dan gaan we kijken wie er gewonnen heeft, Roos. Ja.
Oké, we gaan even de bedragen invoeren op onze rekenmachine en we gaan het nog niet aan elkaar laten zien. We gaan het zo meteen, als we alles ingevoerd hebben, aan elkaar laten zien. Ja. Blijft het extra spannend. Oké. Eerst heb ik ingevoerd. Nu de tweede. Oké, we gaan het tegelijk omdraaien, oké? 3, 2, 1. Nee, jij hebt gewonnen! Oké, ik heb dus 5,10 en Roos zit het al 5,40. En eigenlijk scheelt het maar 30 cent, dus dat valt best mee. Daar heb ik het nog best goed gedaan. Roos heeft dus de challenge gewonnen en Roos heeft dus 5,40 gewonnen. En die gaan we dus op haar Gimme-account storten. Nu heb ik hier even mijn moeders telefoon, want alleen via deze telefoon, dus via de ouders telefoon, kan je het overmaken. En we klikken op een plusje, we klikken op een storting. En helaas moet ik kiezen dat hij naar Roos gaat, wat liever natuurlijk naar mij gewild. Maar goed, we gaan het invullen, 5,40 €. En ik kan hier een categorie aan klikken en we klikken voor beloning. Want het is natuurlijk een goede prestatie, heb je verdiend. En die ga ik even invullen. Nieuwe notitie, gewonnen challenge, zetten we er neer. Volgende, en hij is gestort. En als jij dan nu deze ververst, staat er €32,90 op jouw rekening. Super nice. En dat heb je dus gewonnen, dus Roos, we gaan het feliciteren. Gefeliciteerd! Dank je. Jongens, dit is weer de challenge. En vond je me leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En wil je meer weten over de Gimme app, omdat je het zelf ook super handig vindt voor jou en je gezin? Dan zal ik even de website van de app hieronder in de beschrijving linken. En dan kan je hem downloaden in de Google Store of de App Store. Wil je daar meer over weten of heb je er vragen over? Dan mag je deze ook beneden achterlaten en dan ga ik ze voor jullie proberen te beantwoorden. Dit was weer de video, dus tot de volgende keer. Doei!